Hallo, ik heb een gesprek met jou. Ja. Weet je toch? Ik heb nog nooit een dun persoon Cola Light zien drinken. Stel je voor dat Mark Rutte zegt... I've never seen a thin person drink Diet Coke. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Mensenmening. We staan vandaag in... Utrecht. We hebben het vandaag over... Trump. Ja, de verkiezingen in Amerika met allerlei uitspraken die Trump wel of niet heeft gezegd. De jury mag gaan raden wat de mensen hierop staat gaan zeggen. En dit is de jury. Ik denk dat ik op hem zou stemmen. Ik denk het niet. Ja, Senna stemt op Trump. Nee, maar kijk, economisch is die best wel goed voor het land. Dat is natuurlijk best belangrijk. Maar hij zegt ook wel fucked up shit. Kamala Harris zou potentieel de eerste vrouw kunnen worden die president wordt in Amerika. Oh, we zijn al bezig. Mijn naam is Malik. En mijn naam is Amir. En vandaag zijn we bij de Mensenmening. Ik vind die verkiezingen in Amerika vind ik zo ver van mijn bed, show. Ja, ik hoor wat je zegt, man. Wat vind je van Trump en Kamala? Ja, ik heb er wel een beetje mening over. Ik vind sowieso Amerika een beetje een monopolieland eigenlijk. Beetje spek en bonen. Trump is gewoon echt een clown. Maar Kamala Harris zou wel gewoon cool zijn als er voor het eerst een vrouw in staat. Maar ik moet zeggen, ik weet er eigenlijk ook heel weinig van. Ik weet alleen dat ik niet voor Trump zou kiezen. Nee. Dus ja, dan de tegenpartij. Wat heb jij gestemd eigenlijk? Op Yesil Gus gestemd of zo. Yesil Gus? Heb je niet op Farid fucking Azarkan gestemd? Nee, wel op Tunahan Kuzu. Ja? Nee. Hey, veel plezier met kijken. Wie zijn jullie? Ik ben Roos. Mikke. Dat is een leuke naam. Hij heeft goede Riz, hè? Ja. Ja, zeker. Het zo. Hey. Rizzler. Hey, waar komen jullie vandaan? Hier, Utrecht. En wat doen jullie? Hier. Hey, het leven. Hier. School. Oké. Ik vind de manier waarop je vraag stelt echt van, ja. Hoi. Wat doe? Nee, hij is gewoon te vriendelijk en mensen moeten erop inspelen, alleen kunnen ze het niet. Bro, als je dit ziet, interview ons alsjeblieft als je ons ziet. Hey, hebben jullie werk? Ja, horeca. Hey, verdienen jullie een beetje goed daar? Ja, prima. Wat verdien je? 7,50 per uur zonder fooi. 7,50? Dat is slavernij. Dat is echt heel erg eigenlijk. Hè? Dit is modern slavery, bro. Pik, ik bezorg de pizza's voor 3,65 per andere uur. Andere tijd toch? Je mag gewoon maar 8 uur per week werken ofzo. Werk je 3 uur, dan loop je met 9 euro naar buiten. Maar ja. Echt, dan hang je jezelf erop. Horeca's heavy, hè? Bro. Ik kreeg zoveel fooi dat ze tegen mij zeiden, je moet de keuken. Ze konden gewoon niet handelen dat ik zoveel fooi kreeg. Ik had het te lief voor kop ofzo. Maar ik ben zeg maar die guy, ik geef je die eten. Ik zeg, eet smakelijk. En je keek zo. Ja, over uitbuiten, gewoon stage lopen, dat is pas uitbuiting. Klopt. Nee, dat kijk de vrouw stagiair. Krijg je überhaupt betaald? Maar meer dan 7,50 euro per uur? Echt? Wil je een leuke stage? Ga werken bij Slam, krijg je meer dan 7,50 euro per uur. En dan mag je ook eens bij de opnames van De Mensenmening zitten. Dat ook. Hey, oké, we gaan het hebben over de politieke verkiezingen in Amerika. Wat vinden jullie daarvan, van Trump? Nee, ik vind het geen leuke man. Vinden jullie van zijn kapsel? Ja, wel mooi. Ja. Mooi kapsel? Ja. Van zijn oranje gekleurde huid? Oh, ja, daar word ik zelf ook namelijk een beetje aan mee, soms in de winter. Oh ja? Ja. Zelftan. In de winter doe ik wel een soort van een beetje mijn gezicht bijbruinen met zelftan. En ik had laatst voor het eerst dat vergeten was mijn handen te wassen. En dan heb je gewoon helemaal oranje vingers. Ja, Trump getrokken. Ja. Er zijn ook boys die dat doen, hè? Ja, kijk, dat is niet echt mijn ding. Astap. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit naar buiten ben gegaan zonder dagcreme met tint. Ga op vakantie of zo. Hoezo moet je per se een zonnetint hebben in de winter? Bro, je bent niet die guy. Zonnebank slecht. Cancer en zo. Geen zin in. Wat doe je? Hou gewoon eens een dagcreme met tint erin. Top boys. Moet je wel oppassen met boordje, want ik heb een paar boordjes die zijn vernacheld. Als je even snel naar de zonnebank gaat, een half uurtje met kool op bruin. Je gaat anders, ga je op vakantie, ben je 3-4 weken weg. Oké. Heb je 5000 euro gespend. Oké. En die stralen? Wat vind je van jongens die zonnebank pakken? Ja, sorry, ik vind dat voor jongens echt een no-go. Ah, ik ga wel zonder zonnebank. Ja. Ik vind dat echt raar. Dat vind ik niet heel erg hoor, maar zelftan, dat vind ik dan wel weer... Ja. Een tikkeltje. Ik hoef ook niet een lijpe tint te hebben of zo. Maar gewoon een beetje vitamintjes, nepvitamintjes. Die gaan er altijd wel in. Elke dag dagcreme met tint, boys. Mij dat kan wel op zich, vind ik. Ja, ik vind het van niet. Het spijt me. Werk je bij een zonnebank? Oké. Maar ga je erin? Vind ik het no way. Ja? Die dingen rijmen, hoor je het niet? Wat ik net zei? Nee? Ik vond het even leuk om te zeggen. Ja, laat mij gewoon alsjeblieft. Dankjewel. Gaan we door? We gaan gewoon door. Hè, de metroseksuele man tegenwoordig. Wat is metroseksueel? Zoek maar op gewoon een keer, voordat je het gaat vragen. Ik val wel op meisjes, maar dan wel gewoon wat anders dan jongens. Hoe noemden we dat ook weer? Wat ben je net zoals papa? Een metroman. Een metroman. Hey, ik heb een lijstje meegenomen met uitspraken van Trump. Of ik heb ze zelf verzonnen. Moeten jullie gaan roepen, die zijn van Trump. Het enige verschil tussen mij en de andere kandidaten is dat ik eerlijk ben en mijn vrouwen zijn mooier. Zal ik hem dan proberen te zeggen in een Donald Trump accent en dan moet jij zeggen of dat klopt. Okay. There's only one difference between me and my candidates. My wives are way more beautiful women in the world. Ik denk van wel. Maar wat gaan zij zeggen? Nee. Ja. Ik denk van wel, jij denkt van niet. Oh, we zijn een team. Tegen de anderen. Ik weet het verzonnen is. Okay. Dit moet verzonnen zijn. Ja. Ik denk dat alles Trump is. Nee. Ja. Bro. Kies een koude ding, bro. Ik ga toch mee met Joe, bro? Oké, dan gaan we nu wel mee met mij. Ja, toch? Hij heeft het vast wel gezegd. Dus dat is een... Ja. Ja, dat is sowieso wel gezegd. Is inderdaad Trump. Ah. Ik heb dus van het weekend een slijding gemaakt. Ja, laat even zien aan de kijkers, die staat te popelen. Zo! Oh.
Zo. Oh! Maar dit wordt lekker pulken, bro. Ja. Dat is Wouter trouwens, hè? Ja. Jij zit nu gewoon Wouter. Wouter, de camera kabouter. Mijn droom is uitgekomen. Was het ook een natte droom? Nee. Hij is vrijgezel, hè? Oké. Ul? Nou. Tot zover mijn beeld. Nou, jemig, Wouter. Wie ben jij? Ik ben Sanne. Hallo Sanne, waar kom je vandaan? Uit Houten. Waar je van houdt, hè? Goed, wat doe je in het dagelijks leven? Werken, hier, in de lingeriezaak. Dus wat verkoopt nou het beste op het moment? Voor misschien al de kersttagen, dus wel wat rood. Zullen ze er nu eentje aan hebben? Oh, dat kan ik echt niet zetten. Zijn we niet slecht, alsjeblieft? Wat vind jij van mooie rode lingerie? Ik vind dat sexy, man. Lekker kant. Ja, nee, ik hou wel van wit. Weet je waar ik dat mooi vind? Het strand in Barça ligt. En er komt zo'n Paans, heel gebruinde meid in zo'n witte bikini. In Malaga is dat niet mooi. Ah ja, je snapt toch wat ik bedoel, of niet? Nee. Dat vind jij toch ook? Nee. Volgens mij ben ik jou zelfs aan het citeren op dit moment. Dat geloof ik niet. Klinkt niet als iets dat ik nee, zou zeggen. Nee, man. Mooie plunge-modellen valt wat dieper dan. Dus plunge? Een push-up look zonder dat er een push-up in zit. Oké. Okay. Hij zit zeg maar te praten. Hij zegt ja, oké, okay, ja, maar hij begreep niks. Hij leest zo'n push-up. Maar hij begreep niks, hij begreep toch niks. Hoeveel setjes heb je thuis, Lien? Ja, echt heel veel. 20 of 30 of zo. Ik vind een setje over het algemeen sexier dan naakt. Omdat het gewoon iets meer leaves a little bit to the imagination. Weet je dingen over lingerie en zo? Lastig. Kleine de vieze rikken. Ik heb ook wel 20 onderbroeken. BH is duur, hè? Hoeveel denk je dat BH gemiddeld kost? Ik denk als je bij... Hoe noem ze? Veronica Secret? Hoe? Victoria! Ah, ja, toch? Daar zitten vrouwen. Die zijn allemaal mooi. Dan ben ik echt, moet je maar een keertje gaan kijken. Als je alleen thuis bent. 20 of zo? Nee, zeg geen man 20. Ik denk dat een setje 80 euro is. Een BH alleen al kost dat 80 euro, denk ik inderdaad. Nee, en zo'n slipje, dat kost misschien 15 euro. Je kan ook één BH kopen van 150 euro. Wat weet jij, dat is veel zeg, hierover. Ik heb wel eens een setje gekocht voor iemand. Dus. 160 euro? Pap, dat is veel geld. 40 euro voor een setje? Nee. Nou, het verschilt per merk. Het verschilt per merk. Oh. Nou, dat vind ik vrij cheap. Volg je het nieuws een beetje? Wat ik voorbij zie komen op rapnieuws of zo. Je hoort dat Ameland ontploft is? Nee, dat heb ik niet gehoord. Is Ameland ontploft? Niet, tuurlijk niet. Het zou toch een beetje nieuws volgens ik jou. Ja, misschien wel hè. Rolex watch in elke kleur. Kennen jullie dat niet? Op wie ga jij stemmen trouwens? Trump of Kamala? Nou, dan zou ik denk eerder op Kamala stemmen dan op Trump hoor. Nee, nee, maar jij hebt er niks mee te maken hoor. Nee, dat... Maar dat heeft ze wel door. Oh, oké. Okay. Dat Trump ook vrijwel racistisch en ik hou daar niet zo van. Ik hou maar gewoon een heel klein beetje van racisme. Ik heb hier een lijstje met uitspraken. Gaan we even een klein quizje doen en dan zeg jij of die van Trump is of niet. Komt de eerste. Ik word de beste president die God ooit heeft geschapen. Dat is echt iets voor Trump. Ja, heeft hij 100% gezegd. Ja, dat denk ik. En dat denkt zij ook. I'm gonna be the best president God has ever created. Zij gaat ook met een ja antwoorden. 100%. Mami, ik geloof het nu meteen. Ja? Oké, dan is het ja. Gaat zij dit ook gokken? Oh, ja. Ik denk het wel. Oh ja, dat zal hem al zijn. Hij heeft wel een hoog ego. Klopt inderdaad, dat is hartstikke Trump. Kleinigheid, simpel. Hey, goed hè? Nice, high five! Slaps! Ik heb nog nooit een dun persoon Cola Light zien drinken. Ik moet je zeggen, ik weet niet of hij het gezegd heeft, maar ik vind het wel een mooie. Ik hoop dat hij het gezegd heeft. Ook echt iets voor hem. En zij gaat ook weer zeggen van... Ja. Ik ben nog die zin aan het beseffen eigenlijk. Moet ik hem even ontleden voor je? Ja, doe dat even. Never have I seen a skinny person drink Cola Light. Never. Deze gaat minder goed, hè? Oké, het South Park. Denk dat Donald Trump dit niet heeft gezegd, maar ik hoop het wel. En ik denk dat zij het wel doet. Zij denkt van niet. Maar hij is zelf ook best wel dik, toch? Dus nee, dat is Trump niet geweest, denk ik. Trump. Ja. Yay! Let's go! Je gaat nog steeds niet op mijn stem, hè? Nee. Stel je voor dat Mark Rutte zegt... I've never seen a thin person drink Diet Coke. Dan heb je mij een foto, hoor. Ja, sorry hoor. Ik kan in het midden van de straat iemand neerschieten en ik zou geen kiezers verliezen. Weet je wat die ene video van dat hij zei? Wat is het verschil tussen mij en een iets? Ik weet niet wat het was. Ik zei van, ik heb wel echt 20 miljard euro op mijn bank en dat niet. Hebben jullie deze begrepen wat hij net heeft gezegd? Ik echt totaal niet gehoord. Ik ken die video niet. Bro, wat zeg je allemaal tegen mij? Ik doe aan kansberekening. Patrick, die moet toch ergens een keer eentje die zelf verzonnen is zijn? Ja, dat is deze dan. Nee, dat is deze. If I were to walk in the middle of the street, in the middle, I would shoot someone. I wouldn't, but I could. I wouldn't lose a single follower. Zero. Totaal niet. Ja of nee? Ik denk het wel. Nee, dit heeft hij niet gezegd. Nee, hè? Nee, en zij denkt ook nee. Ja, dat zal me ook wel zijn, denk ik. Is ook Trump. Uf. Oh. Hey, dat is toch goed of niet? Kansberekening was 55. Ja. Hoe kan hij nog überhaupt president worden? Meer dan de helft van Amerika denkt, woe, gun violence, school shootings, yeah, woe. Ben je dan ook bi? Nee. Dat had gekund, toch? Floris Weijers is gay. Dat was voor mij echt een openbaring. Hij is de lulu. Klopt.
Dus we gaan even naar de commands. En dan nu mensen, de commands. Wie zijn jullie? Goed. Oh, wie zijn? Oh, ja. Sorry. Wie zijn jullie? Mijn naam is Asmee. Asmee, schrijf je dat dan A-S of E-S-M-E-E? Asmee. Limburg of Brabant? Limburg. Ja, kijk eens even. Wouter, onze cameraman ook. Gezellig. Asmee lijkt wel een beetje iets voor jou, man. Wie is Asmee? Wat is het mooiste Limburgse woord? Ja, heb ik niet echt. Wouter. Walter, wat vind jij het mooiste Limburgse woord? Voor jou horen, wat vind jij het allermooiste woord uit Limburg? Sjoen. En dat is? Mooi. Nou, dankjewel Wouter. Ja, eigen taal, joh. Ja, vind ik echt lief. Wat vind jij, Malik? Wat? Hoe ga je je eigen naam als woord gebruiken? Mag dat niet, dat is geen woord. Nee, wat dan? Een naam. Joystick is een naam, niet een woord. Is een woord, geen naam. Wat zeg je allemaal? Wat zegt je allemaal? Je gaat je kind toch geen wasmachine noemen? Heb je tegen mensen die zo heten? Wauw. Ik heb wel eens dat ik een dag naast hem zat, dat ik zijn chat zag en dat ik kon gewoon niks lezen. Wil je eens iets laten zien? Heb geen container meer op zaak, niet neer cadeautjes. Maar kun jij wel ook Nederlands typen? Niet. Maar ik moet jullie ook condoleren. Ja. Een stukje weiland is teruggegeven aan België. Ben je er niet mee geweest? Hij brengt hem goed, hè? Keep it going, Patrick. Keep it going. Helemaal in het zuidelijke puntje. Dat is nu van België. Oh, ja. En dat was van jullie. Nee, niet. Hij veroveraar. Piraat. Dat kan niet waar zijn, toch? Jij zit ons hier te neppen. Dan was dit echt wel een push-up melding op mijn telefoon geweest. Push-up. We waren al zo klein. Ik vind het ook wel oneerlijk. Nee, wacht even. Wacht even. Wil meelezen? Nee, niet teruggegeven. Het is gewoon verkocht. 30.000 euro. Maar waarom eigenlijk? Nou, komen we niet goed uit de verf, vriend? Het is gewoon iets dat je niet hebt meegekregen. Maar wij deden wel heel stoer. Ik vind even dat jij... Jij deed stoer. Ik deed heel bescheiden. En dat is echt een mooie eigenschap. Heb je al werk? Ja. Nederig, dat ben ik. Ik dacht echt... Ik schrok even. Wat dacht je dat ik ging zeggen? Nee, zeg dan wat... Niet mij zo doen hier. Wat dan? In de zorg. Verdient het goed? Ja, zeker. Je moet echt wat gezegd over worden. Wat dan? Ja, mij, ja, mij, mij, ja, mij. Hallo. Ik heb een gesprek met jou. Ja. Nee, toch? Ja, is wel. Lastig. Shoppen. Nou, wat gaat het meeste geld dat je uitgeeft dan? Eten. Hoor je echt, man. Eten is oprecht een probleem. En OV. Ik ben heel impulsief met dingen. Ben ik aan het slapen en ik word wakker en ik wil een, weet ik veel, een nieuwe PC of zo. Knipoog, knipoog. Dan wil ik het. Heb je toevallig een nieuwe PC gehad? Ja, natuurlijk, man. Nee. De verkiezingen in Amerika. Nee, ik zie dat het nieuw was. Maar je weet wel dat Trump weer meedoet, toch? Ja, nu net gehoord. Weet je waarschijnlijk ook niet tegenover wie hij staat? Kamala Harris. Ik kijk niet. Op wie ga je stemmen? Ik weet niet wie dat is. Trump, denk ik. Nee, dan gaat er niet op Trump. Andere. Je kunt zeg maar of een van de eerste vrouwen in het Witte Huis krijgen, of Trump weer. Oh, is dat een vrouw? Dan voor een vrouw. Oh, dan wel. Ja. Ik heb allemaal uitspraken. Moeten jullie zeggen of die van Trump is of dat ik ze zelf heb verzonnen? Global warming is verzonnen door de Chinezen om Amerikaanse fabrieken te kunnen verslaan. Ze zien er niet per se uit alsof ze weten wat global warming is. Zij weten niet wat global warming is, maat. Ja, no disrespect, hoor. I love people, black people. I love them. I'm actually the least racist person you've ever interviewed. Waarom denk je dat zij dom gaat zijn? Hoezo zet je me zo, bro? Okay. Ja. Nog één kleine vraag. Kijk je in de camera of kijk je naar die tv? Want ik weet niet wat ik moet doen. Ik kijk gewoon elke keer in de camera. Dat is het, hè? Ik kijk steeds erboven. Dus... Ja, ik kijk... Ik moet in de camera kijken. Nou, waar kijk je, bro? Ja, dat is echt jammer. Ik heb de hele video al naar daar gekeken. Dat is echt lastig, zo. Dat ontvangen ze niet in Limburg, bedoel je eigenlijk te zeggen. De global warming is daar niet. Zij weten niet wat het is, dus zij gaan gewoon voor verzonnen. Zij zeggen gewoon verzonnen. Kan dus, man. Je lijkt een schil, hè? Dan kijk ik zo. Elke keer kijk ik gewoon schil. Dus... Ja, nu iedereen denkt ik ben Carlos Schip. Zijn denk je Trump? Ja. Ja? Ja? Ja, zeker. Ja. Ja, die is van Trump. Altijd doet hij deze move. Die... Not racist. Jee voor president, bro. Ik heb wel eens een filmpje van hem gezien en dan stond hij zo op dat podium. En toen moest hij huilen en toen dacht ik, ja, je pakt me echt, man. Bro, stel dat jij in Amerika woont en je moet bijvoorbeeld kiezen tussen Trump en Kanye. Die shit is best moeilijk, man. Ja. Volgens, kunnen we dat zeggen? Wordt dat gezegd? Ja. Hey, ja. Volg me, bro. Maar ik doe rustig, man. Volg me, man. Worden we getagd? Ja, in het begin van de video. Kan je het nog een keer zetten, zeg maar? Zodat ze het kunnen zien. I want to thank you, everybody. Thank you very much for watching. Don't listen to any other radio shows. It's all fake news. And also, don't forget to leave a like. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Laat in de comments even weten wat jouw stopwoordje is. En tot volgende week. Zwaai. Me too. Ik knijp je keel dicht. Gel.